Dit is de opstelling, die bestaat uit de schakelaar die deze lamp bedient. Als ik die indruk, gaat de lamp aan. En als ik op de andere kant van de schakelaar druk, gaat de lamp uit. Dan heb je een robotarm. Die gaat straks deze schakelaar bedienen. En ik heb hier een infraroodsensor. En die triggert de beweging van de robotarm. Als je kijkt naar het programma. Kijk of ik nog iets in kan zoomen. Dan zie je in de eerste regel. Ik activeer dit programma door de spatiebalk op de spatiebalk te drukken. Dat is het eerste blokje. En een variabele met de naam tellen wordt op 0 gezet. Nou, hier staat dat de infraroodsensor op een bepaalde poort zit. En dat dus uitspraak in het Nederlands moet. Dan is er een loop forever, dus die blijft constant loopen. En die leest de sensor af. En als die hoog is, wordt de teller met 1 opgehoogd. Daarna wordt naar de teller gekeken. En de teller wordt gedeeld door 2. En het restgetal wat overblijft, dat is 0 of 1. En afhankelijk of dat 0 of 1 is, gebeurt er iets. Als het 0 is, dan wordt er uitgesproken. Het is een even nummer en ik zet de lamp uit. En de robotarm beweegt dan naar de plek om de schakelaar uit te zetten. Anders, als het restgetal oneven is, of als het restgetal 1 is, dan is het dus een oneven nummer. Dan wordt de lamp aangezet, dat wordt uitgesproken en wordt er naar die positie gegaan. En dit zit in een loop, dus deze actie die herhaalt zich steeds. Nou, eens kijken of het werkt. Dus ik druk eerst op de spatiebalk om het programma te starten. En je ziet hier links de teller staat op 0. En ik ga nu de IR-sensor triggeren. Oneven nummer, ik zet de lamp aan. De lamp wordt aangezet. En hier is ook te zien dat de teller op 1, de teller is nu 1. En ik ga het nog een keer herhalen. Dus ik hou mijn hand voor de IR-sensor. Even nummer, ik zet de lamp uit. En omdat er steeds een 1 bij de teller komt, switch het steeds tussen het aanzetten en uitzetten van de lamp. Oneven nummer, ik zet de lamp aan. Even nummer, ik zet de lamp uit.